hebt op Fox een aantal weken lang de aanloop naar de Promschermond Niederrijn kunnen volgen. En vanavond, vrijdag 1 oktober, is de eerste avond. Terwijl de jongens van Gergedan TV weer keihard aan het werk zijn om alles vast te leggen voor een later moment, nemen wij even een kiekje achter de schermen en vragen we de bezoekers of ze net zo enthousiast zijn als Veer. Want ik zag ook een paar mensen die al lang hier doorgebroken waren. Wie beveelt dit? Heel goed. De dans Marietjes vind ik leuk. Nee, hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Ja, dat is een spektakel, hè, moet ik zeggen. Yo. Eerste keer Promschermijn? Ja. Ja. Onder de indruk? Absoluut. Helemaal top. Ja. Favoriete erbij? Suze. Suzanne Nissen. Die is helemaal geweldig. Erg leuk. Ja. Zo te horen, gij het allemaal top. Hè? Heb je er zenuwmomentjes erbij gehad of gij het echt alles wie het heurt? Nou ja, zenuwen hebben we toch, ja, ik in ieder geval wel een beetje, moet ik misschien nu niet zeggen, maar wel een beetje wel, een beetje wel. Maar als hij met een blazen is, dan valt alles van de gaaf. Ja, ja, heerlijk. Gitarist, wie gij dit tot dusver? Ja, heel leuk, heel leuk. Ja, kijk maar, het gaat heel goed. Dit heb je denk ik wel nodig in de pauze, of niet? Ja, want het is echt bloedheet, zweten en we willen heel hard aan het werken, dus het verdiende pilsje. Geweldig, heel chic. Ja, eigenlijk niet wel veel van gehoord, maar ga je niet verwachten dat het zo leuk zou zijn. Aanstaande kerst kunt je op Fox TV kijken naar de Promschermond Niederrijn. We zenden dan in twee delen het ganse Promsconcert van 2010 uit.